denk dat het een blokkade in je hoofd is die zich uiteindelijk uit, zeg maar, naar je arm. Je hebt zo'n angst om te missen dat je uiteindelijk je arm gewoon zegt, ja, ik doe het niet. En weet je waar het vandaan komt? Waarom je blokkeert? Ja, ik denk wel gewoon van de druk uit die je op jezelf legt. Je bent alleen maar bezig met wat gebeurt er als ik mis. En niet van, als ik hem gooi, dan win ik. Ja. Maar als ik morgen bij jou eens kom en zeg, we gaan pijltjes gooien, dan doe jij het iets beter dan ik. Maar heb je er dan ook last van? Als het geen publiek, geen camera's, geen gejoel? Nou ja, ik heb als ik gewoon thuis sta te trainen of sta voor te bereiden op mijn wedstrijd, daar heb ik nergens last van. Maar eenmaal dat ik dan een hand geef en dat de wedstrijd begint, dan krijg ik een blokkade, dan krijg ik een druk op mezelf. En dan lukt het niet meer. Nee, en er zijn dus echt wel veel darters die daar last van hebben. Barry van Peer debuteert voor Nederland, hè, dit WK. Heeft daar ook heel veel last van gehad. Voor hem echt een overwinning om nu op het WK te staan. Afke van der Wouw, je bent sportpsycholoog. Ja, wat is darteritis precies? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. De een noemen ze, dat is meer neuraal. Dat is een neurale bewegingsstoornis. Zenuwen. Dan is er iets mis in de hersenen, in de aansturing. Dystonie wordt het ook wel genoemd. En dat zien we ook wel terug bij de zwabbe voet met schaatsen. Ja. Of met het golven, dat het net... We hebben Joost Luiten hier in de uitzending gehad. Die had het met het chippen. Die kon gewoon niet meer chippen. Nee. Hoeveel gekker moet het worden, zou ik denken. Maar dat is neuraal, dus dat is echt iets van een neuroloog ook die daar wat meer over weet. Maar het kan natuurlijk ook, de beweging kan ook niet goed op het bord komen door de druk die een darter ervaart.